Niemand iets. Ja, ik. Normaal gesproken ben ik dan gewend om te zeggen, nou ben ik dan, of lieg ik dan? Ja, je liegt. Je hebt het alleen niet in de gaten. En daarom ben ik dit weekend heel intensief. Omdat het zo naar de kern toe gaat. Ja, dat is nou waar het om gaat. Mijn vraag is van, je een houding aannemen, is dat een van de grootste onderdelen van die schijnveiligheid? Je hoeft geen vraag te stellen, je moet hier gewoon bij blijven. Het is bezig in je. Dus blijf er gewoon bij, want het risico op zo'n moment van een vraag stellen is dat je er eigenlijk vandaan gaat. Ja. Blijf er maar bij, feel it. Weet je wel, kom het onder ogen en zie waar het je brengen wil. Ja. Over het algemeen, ik had het daar buiten net even over, iedereen die heeft op zijn minst één dingetje waar die het bangst van is, of waar die het meest gehecht aan is, of wat het meest pijnlijke is. En dat is eigenlijk het belangrijkste stukje. Mm. En dat is waar we altijd omheen bewegen, maar daar ligt eigenlijk de doorgang. Precies daar waar ik niet kijken wil, daar waar ik niet naartoe wil, dat wat ik altijd vermeden heb, dat wat ik altijd verbloemd heb, daar ligt de sleutel. Ja. En als dat bezig is in iemand, dan moet hij zich eigenlijk zo min mogelijk af laten leiden door anderen of door whatever, inclusief de leraar, want dat is de leraar. Ik wakker alleen maar vuurtjes aan, maar jij moet branden, zeg maar. Weet je wel, en dan moet je bij dat branden blijven. Hoe oncomfortabel ook. Daar eerlijk over zijn. Weet je wel, je instrument op dat persoonlijke level, zeg maar, of menselijke level, is je eerlijkheid. En die stuurt je precies naar daar waar jij, om het maar eens romantisch te zeggen, de schat begraven hebt. Maar ik mezelf zeg maar een soort verloren heb. Yes, yes. Of ja, dingen, ja, dingen geparkeerd of whatever. Ja. You will know. En als we dus beseffen van, of hoe kunnen we beseffen in de goede richting te gaan als het verontrustend is. En dat iets trekt me er naartoe en iets anders heeft zoiets van, oh nee. Dan weet ik, daar moet ik heen. Als mijn systeem begint te doen van, oh nee, dan precies daar. Yes. Great, thanks. Wil je zo graag waarheid, leef dat zelf nou eens, of spreek waarheid, wil je echt stilte, hak je muil op eens een keer, waarheen scheur heb ik elke dag. Dus ja, zeg maar, ik heb wel echt schot om mijn kont, wat ik denk nodig. Dus, I guess. Ja, weet het zelf. Ja, dat is inderdaad, als je vaak zegt van, denk je heel vaak, ja, je hebt best wel een tijdje van, dat we dan nog niet helemaal durven kijken. Ja. Maar het komt, het dringt zich iedere keer op. Het blijft gewoon de aandacht trekken van, je moet hier naartoe. Yes. En overschrijven van, er zijn dus ook, wat ik er straks zei over dat naar een film kijken of naar muziek luisteren, verschillende manieren van schrijven. Ik kan schrijven vanuit hier, waarbij ik probeer informatie te verzamelen. Dus dan is het gewoon het verzamelen van, het is nog niet eens echt kennis, het is meer informatie. Maar ik kan ook schrijven gebruiken als een ontmantelingsproces. En dat is iets anders, weet je wel. En zo zijn er heel veel levels van schrijven. Op een gegeven moment kan het schrijven zelfs stoppen en dan krijg je dit soort rare dingetjes. Want ik zit hier gewoon en er komt gewoon een beeld binnen. En hier zit ontzettend veel in dat beeld en ik had het meteen niet allemaal door, maar dan kijk je even en je volgt. Ik heb dit niet bedacht, weet je wel, dit komt, een of ander beeld. En oh ja, nee, zo, nee, dat klopt niet, zo. En dan is het veel meer een soort creatief proces. Dus er zijn heel veel, hè, zoals er verschillende stiltes zijn, zijn er verschillende manieren van schrijven. Ik denk ook niet dat als het stopt, wanneer het stopt, zeg maar. Ja, dat bedoel ik ook. Ik ga nu opgaan en nu stopt.
gestopt met schrijven. Want voilà. Ik zit gewoon zoveel te schrijven dat ik er bijna niet meer lezen kan. Dus strikt genomen doet het er niet zo heel veel toe wat de aanwijzing of de teaching is, maar hoe diep jij kan gaan. Dus als, wat ik vaker heb gezegd, mensen een boekje van Nisargadatta lezen en ze snappen dat zijn kernteaching eigenlijk vrij simpel is, verblijf in ik ben, dan hoef je eigenlijk niet verder te lezen. Maar wat meeste mensen doen, is er dan over na gaan denken, praatgroepen oprichten. Inderdaad, schriften volschrijven over, ja, wat zou dat dan betekenen en teweeg brengen. En van alles bij bedenken, gaan kijken wat dat misschien in de toekomst gaat opleveren. En dat is allemaal niet verblijven in of als ik ben. En als een ander inderdaad aanreikt van eerlijkheid of onderzoek is wat werkelijk liefde is, wat een populair woord is, maar onderzoek is wat dat echt is. Als iemand dat doet, werkelijk gaan diepgaand onderzoeken wat liefde is, of vrede, of waarheid, of vrijheid, of hebzucht, of controle, of het maakt niet uit welk ding, maar als jij diep genoeg gaat, kom je altijd bij de kern uit. Always. Maar wat je vaak ziet, en dat heb ik ook vaker gezegd, is dat nou, er komt een onderwerp in beeld. Oh ja, ja, nee, daar moet ik eens mee bezig gaan. En dan gaan we een tijdje daarmee bezig. En dan graven we 1,5 meter en dan horen we weer een andere goede tip. En dan gaan we een eindje verderop weer zitten met het scheppie. En dan heb je een heel veld omgeploegd. Dan kun je misschien aardappels gaan kweken, maar water vinden homa. En ook dat zijn dingen die als er observeren is, die kun je gewoon zien. Waar is mijn spirituele bezigheid, entertainment en het voortzetting eigenlijk van mijn ego? En waar is het gericht op de destructie van mijn ego? Dat zijn twee verschillende dingen. Probeer ik een leuker, spiritueler, wijzer, vriendelijker, whatever, iemand te worden? Of ben ik bezig met wat het eigenlijk is, zelfmoord bij je volle verstand? Zonder lichamelijk te sterven. Het is net even wat anders. Overigens kan onderzoek ertoe leiden uiteraard dat je erachter komt dat je don't want to die at all. En dat je gewoon liever een beetje doorrommelt, omdat je het eigenlijk wel naar je zin hebt. Top. Niks meer aan doen. Lekker een halfling blijven. Dat is oké. Okay. Als dat je ding is. Dus ik ga dat tekeningetje even doen. Eens kijken of ik snap wat er staat. Zin. Ik kan het wel goed doen gelijk. Het is geen penis. Voor het gemak zeggen we even dat dit hier het absolute is. Daar kunnen we niks over zeggen. En dit is het leven, zal ik maar zeggen. En wat wij eigenlijk doen, mensjes, is in dit stukje ons begeven. Dit is alles waar je je druk om maakt en aan hecht, dat zit hier zo. Dus relaties, status, gezondheid, aanzien, ja, weet ik veel wat je nog leuk vindt, likes verzamelen. En al je diepe emoties en gedachten, filosofie en de hele klerenzooi, alles weet je wel. Religies, de hele klerenzooi, dat zit hier. Dus dat is ongeveer de rijkwijde van wat normale mensen voor leven verslijten. Dus compleet het ik-domein. Want zoals je begrijpt, alle filosofietjes en religies enzovoort, die gaan basically uit van een afgescheiden wezentje. Of ze het nou ziel noemen of zelf of weet ik hoe het allemaal heten mag. En dat zit allemaal daar. Ze gaan er ook allemaal van uit dat er zoiets is als een vrije wil. En dat je controle hebt en de hele klerenzooi. Ook de humanistische religies. Als sociaal-democratie en liberalisme gaan allemaal uit van je bent een autonoom wezen,
verantwoordelijk, beslissingsbevoegd, met een vrije wil, je kan keuzes maken. Nou ja, die hele kleren zo, dat zit in dat stukje. Terwijl het dus zelfs aan die ik ben kant, die rechterkant, die bol, een gigantisch domein is wat onbekend is. En dat is allemaal, die hele ik ben kant, dus die niet absolute kant, dat is allemaal tijdelijk per definitie. Hè? Dus ook die diepere lagen waar we zelden komen of nooit, wat al onbekend is, in die bolkant, dat is allemaal tijdelijk. Dus wij beperken ons met ons hele diepgaande, belangwekkende leven tot een hele smalle bandbreedte in het deel wat tijdelijk is. Dat is echt fantastisch. Dus al mijn emotietjes, alles waar ik me druk om maak, alles wat ik vrees, alles wat ik najaag, alles waar ik naar verlang, zit daarin. En er is een mogelijkheid om daar uit te donderen. Om tot een eerste realisatie te komen. Dus dan val je hier als het ware uit. En dan is de eerste realisatie, ik ben niet meer iemand. Dat is dan weg eigenlijk. En niet dat je dan denkt, ik ben bewustzijn of iets dergelijks. Maar het idee, ik ben iemand, is weg. En wat er dus overblijft, is een soort sensatie van gewoon er te zijn. En dat zit dus nog steeds aan de tijdelijke kant. Dus dat is leuk om te beseffen. Als je eens diepgaande angsten hebt of depressies, hè, die lijken ook heel diep. Dat is helemaal niks. Zelfs is het dus helemaal niks in vergelijking met de totaliteit van de tijdelijke kant. Van zijn of leven in beweging. Nou, daar valt dus heel veel in te ontdekken in dat stukje. En daar gaan heel veel dingen dus ook over. Op alle scholen, vooral alle psychologisch, spirituele, politieke, milieubewuste, hebzuchtige, bedrijfsmatige toestanden. Die zitten allemaal daarin. Maar uiteraard is er ook iets anders mogelijk. En dat kan pas beginnen als we beginnen met observeren. En je zou kunnen zeggen, kijk of er nog een kleurtje is. Dat observeren eigenlijk betekent dat je daar zit. Precies op de grens van het absolute en zijn. Dus de grens, zeg maar, van zijn en niet zijn, zou je ook kunnen zeggen. En dat beslaat dan, dat observeren, dus voor alle duidelijkheid, daarom teken ik het zo, niet alleen maar dat bandbreedtetje. Dus observeren is niet alleen maar geïnteresseerd in jouw persoonlijke, geestelijke, emotionele machinaties. Observeren kan dus oppervlakkig zijn, dan zit het daar, of heel diep. En dan gaat het veel meer over het gadeslaan van hoe zijn functioneert. Niet meer hoe ik als ego-persoon functioneer of mensjes. Maar dan wordt het veel meer een soort intuïtief energetisch gewaarzijn. Waarbij, zoals ik gisteren bijvoorbeeld een voorbeeldje gaf, van opgemerkt kan worden dat voordat iets een gevoel of gedachte wordt, eerst het zijn een soort begint te bewegen. En dat er dan iets begint op te borrelen, zoals lava kan borrelen. En in die bewegingen, dat zijn de gedachten en emoties en gevoelens. En daar komen de handelingen uit voort. Die dingen zijn waarneembaar. Ik heb dit niet uit een boekje. I can see that. En dat kunnen jullie ook, als je stil genoeg bent en helemaal tegen de muur aan gaat zitten, zeg maar. Tegen de rand. Dan kun je gewoon zien hoe zijn functioneert. Als je in die toestand komt, zeg maar, van het observeren van zijn, is een van de gevolgen daarvan dat de interesse in jouw persoonlijke en de persoonlijke bewegingen van anderen danig afneemt. Want het is namelijk maar zo'n kleine bandbreedte in wat er allemaal is waar te nemen. Dit is nog vrij dik stuk, heb ik eigenlijk getekend. Ik had ook één streep kunnen doen, maar dat vond ik dan weer net onvriendelijk. Zo lijkt het persoonlijke en mensenleven nog enige diepgang te hebben. Which it hasn't, maar. Dus er is heel veel meer waar te nemen, wil ik maar zeggen, dan
denken, voelen, angstjes, verlangens, dat soort stuff. Ik vind het dus niet zo interessant allemaal. Ik snap dat de meeste mensen dat fascinerend vinden en denken dat dat alles is, but it's not. En nogmaals, begrijp dat alles wat ik zeg heeft nog alleen maar met die tijdelijke kant te maken. Dus dan hebben we het nog niet eens over het absolute, waar je kunt dat zo niet zeggen, maar ik doe het toch, eigenlijk het meeste van is. Of het belangrijkste is, zo je wil. Alleen je kunt daar niks mee. Als ik het maak, dan moet je bloemen schrijven als je geboren wordt. Dat is punt 1 irrelevant en punt 2, nee, ik denk het niet. Want je bent nu geen baby, daarom is het niet relevant. Je bent nu wat je nu denkt te zijn. Dus dit is je vertrekpunt. Niet wat er was en niet wat er zal zijn. En een baby, voor zover wij dat kunnen nagaan, die is nog wel geen iemand. Die is nog wel niet ingekapseld, maar hij weet ook geen reet. De hersens functioneren namelijk nog amper. Dus je kunt daar niks mee. Ja, eten instoppen en billetjes schoonhouden, maar een baby, hè, dat is ook het leuke van een baby, die weet ook niet dat hij geboren is. Dus je hebt daar niks aan. Dus de vraag is veel meer, ben je in staat right now te observeren of op zijn minst op te merken wat een begin van observeren is, waar je zit. Zit je in die bandbreedte? Of ben je daar uit? En het is meteen op te merken als we daar als het ware uit zijn, want dan vallen de gedachten weg, de emoties vallen weg, de belangen vallen weg. Daarom is het woord weg, zoals ik vaak zeg, het belangrijkste van de spirituele weg. Daar gaat het over, niet ergens naartoe, weg. Pas als ik niet ben, is dat. Of helderheid is er, zoals Krishnamurti zei, als ik niet ben. Dus dat betekent in deze tekening dat ik uit die bandbreedte moet vallen. Terug naar die groene kant en liefst iets meer naar het midden. Want dat ding hangt te hoog, zoals je kan zien. Het is niet het midden. Het is geestig, zo krijg je gewoon zo'n... Het begon eerst als een bolletje, maar ik denk, nee, dat klopt niet. Maar je kunt het sowieso niet kloppend tekenen, maar het is grappig. Ik krijg gewoon, ik zit hier gewoon lekker te niks en... Douwen ze dus een dia in. Doe daar maar wat mee. Oké. Tekst en uitleg. Mm-mm. You figure it out, asshole. Als het tijdelijk is, dan heb je dus zicht op alles wat tijdelijk is. Yes. Waardoor je dus kunt laten vallen en dan zien wat je werkelijk bent. Ja, of in ieder geval zien dat je dat tijdelijke niet bent. Ja. Want strikt genomen kunnen we niet zeggen dat je het absolute kunt zien. Want eigenlijk is het het absolute wat ziet. Ja, het is andersom. Ja. Yes. Want je zou dan ook de tekening andersom kunnen maken. Hè? Sure. Dus dat je zegt dat wat je bent, en dan door iedereen, bij wijze van spreken, en dan zien wat er niet werkelijk is. Ja, yes, exact. Vandaar dat Advaita de nadruk legt in een bepaalde stroming daarvan, op wat ze dan neti-neti noemen, niet dit, niet dat. Dus daar is alles aan de kant gooien wat ik niet ben. En dan hou je niet iets over eigenlijk waar je van kan zeggen, oh, dat ben ik. Maar het idee dat je een iets zou zijn, houdt op. Dat is ook wat het woord niets betekent, hè? Niet iets, no thing. Dus je kunt de andere kant ook doen, via de andere kant. Ja. Wat we eigenlijk in feite doen. Mm-hmm. En wat we eigenlijk in feite zijn. Ja. Nou, we zijn een beetje eigenwijs en we kijken niet gewoon. Yes. En wat we dus ook meestal doen in die rare tekening, is niet alleen in deze bandbreedte zitten, maar altijd met een beweging bezig zijn, die kant op. We gaan altijd die kant op. Naar voren.
Er moet iets gebeuren, verbeterd worden, veranderen. Weet je wel, altijd wat Jan al zei, van per definitie de verkeerde kant op. Vooruit, er moet iets bij, er moet iets ontwikkeld worden, er moet iets worden toegevoegd. Nee, weg! Weg is precies het tegendeel van erbij. En als we dus steeds naar buiten gericht zijn, dan zie je dus dat die band breder wordt en we steeds minder zicht hebben op het absolute. Ja, en we raken dus steeds verder verwijderd. Iedere beweging die ik maak om iets te pakken te krijgen, is van mij vandaan. Altijd. En daarom is het zo bizar als je dat doorkrijgt, dat mensen naar buiten reiken, naar de ander, of naar spulletjes, of aanzien, wat allemaal de grens is, om gelukkig te worden, of whatever hoe ze het willen noemen. Met iedere inspanning die je levert om daar grens te komen, raak je verder verwijderd. En omdat we dat niet doorhebben, en die ego-figuur ons aardig in de tang heeft, die zegt dan van nee, dat komt niet daardoor, je doet gewoon niet genoeg je best. Als je nou gewoon nog even, kom op, een schepje erbovenop, dan de volgende keer dan lukt het wel. Vandaar dat hij ook in staat is om 300 keer hetzelfde te doen en toch een ander resultaat te verwachten. Dat is briljant. Als je een beetje gewoon oplet en je zit daar zo, dan heb je dat na 3 keer door. Van, dat gaat hem niet worden. Maar nou hoor, Pietje gaat gewoon nog een keer. Ja, nee, nou gaat het wel lukken. Of met deze relatie gaat het wel lukken, want die is zo tof. Of, weet je wel, of dit kind lukt wel. Echt niet. Ja, dat is niks. Weg ermee, nieuwe maken. Als je dus het absolute ziet, en dat gaat dus door dat observeren heen, dan is er alleen maar één totaal. Yes. En dan maakt het niet uit of je hier zit of daar zit. Het is één totaal en dan zie je hoe je ervaring wat je werkelijk bent. Yes. En vooral het belangrijkste woordje is, voor zinnetje, stukje daarvan, het maakt niet uit. Dingen maken dan niet meer uit. En eigenlijk is er ook geen lijn omheen. Nee, natuurlijk niet. Daarom zei ik al, een tekening die klopt helemaal niet. Desondanks verklaart het het een en ander. Zou kunnen. Maar het is belangrijker dat we het inzien, omdat we de tekening goed krijgen. Oh, dat is fun. Maar op je groene lijn gaan zitten en daar doorheen vallen, op die groene lijn blijven. Maar daar naar links en naar de doorheen vallen, dan gaan we niet over. Nee, maar het kan alleen gebeuren als je op die groene lijn zit. Niet als je daar vooraan bungelt. Tenzij er een freak accident plaatsvindt, want totality is a funny bitch. Ja, het is inderdaad wel tricky als je van ja, ik ga het wel niet doen. Ik kan het, kijk, het betekent gewoon, die metafoor die ik gebruikte toen, van dit is wat je met inspanning, het maximale wat je met inspanning kan doen. Jezelf vastnagelen in ik ben. Of in het observeren. Meer kun je niet. Maar meer hoeft ook niet. Dat gaat al zo verschrikkelijk veel teweeg brengen in het organisme en in wat je je leven noemt. Dat is onvoorstelbaar. En het grote voordeel is van je daar vastnagelen, dus leren observeren, anders gezegd, is dat het niet onder de ego-controle staat. Terwijl spirituele technieken toepassen, zijn allemaal ego-verlengstukken. Dit is out of your control. Als je het licht aan gaat zetten, ga je dingen ontdekken. Maar jij gaat niet bepalen wat en ook niet of je het leuk vindt. En dat is heel iets anders dan een hartchakra meditatie doen om liefdevolle gevoelens op te wekken. Wat ook kan. Feels great. Maar ja, ik heb dan liever een biertje. Feels great en ik hoef niet te mediteren. Wat zeg je? Het smaakt een stuk beter. Ik heb het gedaan, mediteren, al die shit, weet je. Ik gaf er les in zelfs. Vreselijk. Dus het is het, Krishnamurti beweerde dat observeren de hoogste daad van menselijke intelligentie is. Dat klopt.
Het is ook het meest gevaarlijke wat er is. Want truth will come. And you might not like it. Ik vond een heleboel van die waarheden die zeker aanvankelijk onder ogen gekomen moesten worden echt geen fun. Alleen ik vond leven zo kloot dat het mij niet zoveel uitmaakt. Anderen die, laten we zeggen, wat prettiger in elkaar gezet waren, die vonden dat een stuk enger en akeliger, want die liepen zeg maar tegen zichzelf aan, zoals we dat dan wel eens noemen, en zagen allerlei akelige kanten van zichzelf en waren behoorlijk geschokt. Ik wist al dat ik een motherfucker was en ik was al rete bang, veel banger kon ik niet worden. Dus die paar waarheden die konden er dan ook nog wel bij. Dus wat een ongunstig blueprint leek, bleek toen waarheid begon met zijn stenengooierij, zal ik maar zeggen, een klein voordeel. Maar ja, ook daar ga je niet over, want ik heb mij niet in elkaar gezet en jij ook niet. Dus het is in feite een soort van de ramen en de deuren opengooien. En het licht en de lucht naar binnen laten en je weet nooit wat er naar binnen komt. En de enige opdracht, het is in essentie heel simpel, blijven zitten. Of blijven staan, misschien beter, wat er ook gebeurt. Het is in een van die Boeddha verhaaltjes, als die op de rand van verlichting staat, zoals ze dat dan zeggen, dan stuurden ze nog even van allerlei dingen langs. Gruwelijke monsters om hem angst aan te jagen, of omdat hij een jochie was, prachtige vrouwen om hem te verleiden, weet ik veel wat allemaal, bakken met geld en nou ja, all kinds of stuff. En hij bleef gewoon alleen zitten met die irritante vrede glimlach van hem. Hij trok zich gewoon nergens iets van aan. Dat is een aardige, daar is waar het om gaat eigenlijk. En daarom zei ik ook tegen jou van, als je daar eenmaal bent, is het niet een kwestie van daar steeds naar terug. Maar gewoon, ga daar niet weg. En dat kan alleen als we helder genoeg hebben hoe belangrijk dit is. Of als we van het observeren zelf zijn gaan houden. Iets waar je van houdt, ga je niet van weg. Right? Nou, dan kunnen we makkelijk constateren dat we over het algemeen veel meer houden van die bandbreedte daar, van de emoties, gedachten, opinies en sociaal-maatschappelijke importanties, dan van observeren. En dat is geen kritiek, maar een observatie. Ja, dat is gewoon, maar ik zit niet waarom dan, ja. Ja, dat interesseert me niks, gewoon zeggen. Nou ja, wat ik dus ben aan mezelf is dus inderdaad dat ik in de eerste plaats echt een junkie ben voor aandacht en approval. En dat ik dus daar echt probeer in stilte op te zitten, dat ik elke keer weer verleid word om ervan af te maken. Het was eerst in het negatieve, dat je je toch wel kut voelt. En nu krijg ik, ik merk dat ik inderdaad gewoon niet de ballen heb om echt doorheen. Ja. Maar als je het jezelf simpel wil maken, het ging over observeren. Ja. Oh ja, maar dat observeren, nou, dat, en dan denk ik, als ik daarbij kan blijven, bepalen. Nu lukt het me op bepaalde momenten, ik heb al dingen gezien, hè, dat ik echt kan kijken van bovenaf. Maar dat is ook weer iets wat daarin ook niet. Maak er geen beeld van. Het is niet van bovenaf of word ik veel wat. De geest is gewoon stil en aandachtig. En laat zich dus niet verleiden door redeneringen, toevallige emoties. En het is open voor kansen die zich aandienen, maar het jaagt nergens naar. Het is heel eenvoudig, gewoon hier zijn, verder niks. En zo gaat het hier niet anders. Dus dan komen er twee mailtjes binnen, bijvoorbeeld, Hans, kom je hier en daar satsang geven? Dan is het stil. En dan bij de ene wordt er je a getypt en bij de ander En ik hoef niet te weten waarom of weet ik veel wat allemaal, dat gaat gewoon vanzelf. En nu kan ik het ook bekijken, aan en kan ik het helemaal zijn, is dat er? Goed, stay there, shut up now. Want anders gaan we weer maar straks als ik thuis ben. Ja, precies. I've heard it a million times before. Maar het punt is, observeren kan alleen maar nu. En dat heeft dus niks met vorige week te maken en ook niet met als je weer naar je werk gaat. Nu.
ik kan kijken of ik nu aanwezig kan zijn. Meer kan ik niet doen. En er zijn maar twee opties, ja of nee. En er is altijd, trust me, genoeg helderheid, zelfs in mensen die bijna brain dead zijn, om te op zijn minst te onderscheiden of je aanwezig bent of niet. Dat is vrij gemakkelijk namelijk. Dus, relax. En leg jezelf geen normen op en al dat soort dingen. Probeer gewoon stap voor stap te leren, seconde voor seconde, om te observeren. Niks afbreken, niks opbouwen, observeren. Zeker jij. Niks anders is van belang. En voor de rest zit jezelf niet zo op je nek. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur dat het lukt om te observeren, yes. En dan... Oh ja. Dan moet je terug. En je zult nog een paar keer, denk ik, een paar dagen heen en weer gaan. Schat ik zo in. Ik kwam ook tot de conclusie, inderdaad, over keuzes maken. Hè? Want ik ben net de keuze aan het maken om gelukkig te zijn. En dan moet ik denken op dat. Ja, dat doet er eigenlijk toe, inderdaad, wat er gezien wordt, hoe het ook loopt. Ja, en het leuke is dat het zien zelf is zijn eigen beloning al. Op het moment dat er observeren is, is er geen persoon meer die iets bedenkt over gelukkig worden. Want dat hele woord is leeg. Gelukkig worden in essentie betekent eigenlijk de afwezigheid van frictie. Die is daar onmiddellijk. Als er observeren is, is frictie onmogelijk. En dan doet het systeem... Oh, en dan krijgt hij niet een schaterlach, maar net als bij die Boeddha, zo'n heel klein... Zo, I got it. Heel klein glimlachje gewoon. Het leven is niet om gillend over naar huis te schrijven hoe geweldig het is. Gewoon van... Yeah. Mona Lisa glimlachje. Die zat ook niet te schateren. Maar als je het een beetje door hebt, maar ja, oké. Okay. Is best te doen een tijdje. Als het moet. Ja, precies. Relax, relax. Nothing is under control. Even lekker mijn chakras doorvoelen. Hmm. Oh, dat zevende is lekker open. Al die goddelijke energie. Oh. Komt zeg maar zo binnenstromen. Dan vermengt het zich met de aarde-energie. En het transformeert tot iets nieuws. Oh man. Ik had het voor jou simpel gemaakt, alleen maar observeren. Niks brand, niks opbouwen, afbreken, doorvoelen, inzien, onderzoeken, alleen maar observeren. Dus je hebt een hele simpele, in woorden in ieder geval, een hele simpele opdracht. Verder niks. Want anders gaat alles met elkaar vechten en dan wordt het een chaos. En je hebt geen spiritualiteit nodig om chaos te hebben. Dus gewoon alleen maar observeren. En dat betekent dus niet dat het dan beter gaat of slechter, of dat je dan inzichten krijgt, of dat het zus of zo moet voelen of gaan. Het betekent dat je rustig aan gaat kijken of je op zijn minst af en toe kan observeren. En kijken wat dat doet. Verder niks. Simpel. Deze seconde. Deze seconde.
Ja, precies. En daarom zei ik dus, het gaat om observeren en niet om rust. Ja. Het gaat niet om rust, niet om geluk, of weet je, het gaat om observeren. En begrijp op zijn minst dat op het moment dat wij verschuiven van die chaotische bandbreedte naar observeren, in dat kleine momentje van overgang komt er ontspanning en een gevoel van rust of misschien zelfs liefde of als je niet oppast bliss, maar dat is allemaal irrelevant. Het gaat om observeren. En dat voelt niet. Het is alleen maar helder en het kijkt. Net als je oog, die kijkt, maar die voelt niks. Maar het zit alles. Dus in die overgang komen al die fijne spirituele gevoelens. En heel veel gevorderde dwazen laten zich daardoor afleiden. En denken dat het daarom gaat. En die zitten dan de hele tijd zo'n beetje daar heen en weer te wiebelen. Om fijn van die speciale ervaringen te hebben. Natuurlijk, want we zijn allemaal junkies. We zoeken allemaal, in ieder geval in een bepaalde fase, naar bepaalde gevoelens. Maar het gaat helemaal niet om die gevoelens. Er is iets veel mooiers. Ik ken niks wat zo mooi is dan gewoon helderheid. Of wakefulness, of weet ik veel hoe je het wil noemen. Wakkerheid. Daar is het gewoon stil, compleet. Dit. Het is een excuus om te zeggen, eerst moet dat psychologische problemen oplossen, dan kan ik dus gaan observeren. Voor sommigen geldt dat, ja. Dus er komt wel eens iemand door de rare filters heen die bestaan mijn spreekhok in en dan denk ik van wow. Dan zeg ik fuck off, heel vriendelijk doe ik dat dan, ik zeg niet fuck off, maar dan komt het wel op neer. Dan zoek jij maar eens even een psychiater. Ik merk dat ik gespannen ben en dat ik dat helemaal niet los kan laten. Dus mijn vraag is, van gaat het over mij? Nee. Oké, okay, observeer gewoon de gespannenheid. Ja, ontspannenheid. Nee, observeer de gespannenheid. Okay, ja. Weet je wel, precies dat dingetje waar wij van af willen, bijvoorbeeld gespannenheid, dat is de guru. Nou, ik hoef alleen maar te kijken en te zijn. En dan zie ik hem en dan hoor ik hem en dan voel ik hem. En vroeg of laat krijg ik iets door. Niet als ik rondren en probeer het te veranderen en te onderdrukken en beter te krijgen. Hè, want dat is allemaal weer dat gedoe daar. Ik heb ook een beetje de rol van dat is gewoon het accepteren in eerste instantie. Nee, dat hoeft helemaal niet. Want of je het nou accepteert of niet, het is er toch al. Dus dat is een van de hoogmoedige bewegingen van het ego, die dan denkt dat hij iets te accepteren heeft. Want joh, ik breek mijn been en dan, ja, dan moet ik dat eerst accepteren. Nee, lul, het is gebroken. Spalken die handel. Dus niks accepteren, gewoon observeren. Er is spanning, alright. Dat is gewoon een feit. Goed. Dan hebben we tenminste iets te observeren. Je kan ook, overigens, ja, dan voel je zeg maar zo, dat is ongeveer zoiets, spanning, gebiedje van spanning, zo hier zo. En daar kun je natuurlijk observeren. Het kan ook zijn dat als je wat nog ontspannender zeg maar observeert, dat die blik gewoon een beetje afdrijft en ontdekt dat er een oneindigheid waar te nemen is. En ja, er is dan zo'n dingetje spanning. Maar ja, het is eigenlijk in vergelijking met die oneindigheid, het is niet zo heel interessant eigenlijk. Weet je wel? En die hele oneindigheid die voelt helemaal niet gespannen. Er is alleen zo'n heel klein gebiedje. Weet je wel? Ja, daar kun je natuurlijk op gaan letten. We zijn ook getraind om op shit te letten. Maar als het observeren wat sterker wordt, dan ga je echt zo niet geïnteresseerd zijn in spanningen en emoties, dat die emoties het ook niet meer leuk vinden om de hele tijd je lastig te vallen. Want ja, ze trapt er toch niet in. Kijk, dat is wel herkenbaar.
soms dan, dan kan ik gewoon niks aan doen, maar dan, dan zit ik zo te observeren. En dan, dan wordt het ineens een soort visualiseren. Even voordat ik doorlul, even kijken of het gelukt is. Alleen voor mezelf. Daarom zijn het wel van die kleintjes, hè. Twee dingen zijn goed aan het leven, verlichting en bier. Als het goede is, tenminste. Iemand nog vragen? Klachten? Nou, dit bijvoorbeeld, een Weizen, dat vind ik wel leuk. Maar smaken verschillen, maar gelukkig zijn er duizenden soorten bieren. Dus je raakt nooit uitgeprobeerd. Lowlander bijvoorbeeld. Moet je eens proberen. Ziet er ook prachtig uit. Ik wil iedereen danken, dus thank you allemaal, Nick, Jan, allemaal tof, super.